Gaat Sirius gewoon kisten looten? Even oh, wel een beter wapentje. Yes! Kom op, en wegwezen hier, Duffy. Nice, oké dan. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Citadel. Mensen, natuurlijk bedankt voor alle reacties en likes die zijn achtergelaten op de vorige video. Mocht je nou benieuwd zijn of ik op jouw reactie heb gereageerd, dan zou ik zeggen, check eventjes de vorige video, want dan kom je er namelijk heel erg snel achter. En als je natuurlijk nog toch bezig bent en je hebt er weer zin in, dan kan je natuurlijk altijd alvast eventjes een like aanklikken. Bijvoorbeeld dank. Vandaag in de video gaan wij twee dingen doen. 1. We gaan niet met de Timkit spelen. Waarom niet? Omdat in de reactie zag ik staan dat iemand zei, Duffy, je speelt de afgelopen tijd wel heel veel met je Timkit. Zou je een aflevering niet met je Timkit willen spelen? Dan had ik zoiets van, nou ja, weet je, waarom ook gewoon niet? Waarom gaan we dat gewoon een keertje niet doen? Weet je, ik luister liever een keer naar mijn lieve kijkertjes. En we gaan vandaag dus heel de dag niet met een Timkit spelen. Wat ook is gevraagd, Duffy, wil je alsjeblieft met een random kit gaan spelen? Weet je, jullie blijven toch achterlaten die vraag, hè? Van, wil je alsjeblieft met een random kit gaan spelen? Wat moet ik gaan doen, mensen? Dankjewel voor de free tanker, bro. Moet ik dan daadwerkelijk een keer met de random kit gaan spelen, mensen? 1 potje. Volgende potje? Kijk, het is natuurlijk nu geen livestream, dus ik kan nu niet zeggen van, ja, wil u het ja of nee? Kijk, natuurlijk niet. Het is gewoon dat ik nu, als ik ja zeg, dat mensen zeggen van ja. Maar als ik nee zeg, dan mensen van, oh, klootzak. Mensen, we doen het zo. Als jullie een likeje aanklikken, dan ga ik de volgende game spelen met een random kit. 1 game. Niet meer, niet 2, niet 3. 1 gamepje. Oké, deal. Goed, we hebben een deal gemaakt. Dus ik wil nu 1 miljoen likes. Nee, grapje. Kijk maar wat je doet, mensen. Duffy, dat vinden we zo chill in jou. Je zegt altijd van, doe maar gewoon wat je wil. Want we hoeven niet per se te liken. Nee, inderdaad. Maar als je het wel wil doen, doe het lekker wel. Nou, genoeg geluld over die tering likes. We gaan nou de game spelen. Kom op, hoppakee. We hebben een heerlijke gear zit hier trouwens. Moet ik wel vermelden. We hebben een mooie body. De leggings zouden op zich wel beter kunnen. Maar we hebben wel heerlijke schoenen erbij. Dus ik ben benieuwd wat wij deze game kunnen doen. Ik hoop natuurlijk dat wij nog wel wat meerdere kills kunnen maken. Wow! Dude! Jij rent snel! Ik krijg een free town kill van hem. Maar... Speed 2... Oké. Maar kijk, gisteren zag ik ook in de reactie staan dat gisteren de laatste game werd ingekild omdat die kerel hex had. Toen ik ze heel snel in één keer doodging. Wil natuurlijk niet zeggen dat deze kerel nu ook toevallig hex had ofzo, maar... Ik moet wel zeggen, hij bewoog snel hoor mensen. Hij ging heel erg snel heen en weer. En bedoel ik gewoon met lopen. Niet dat hij met zijn hoofd heen en weer ging of zo. En het is niet omdat het misschien een kijker is dat hij gaat met free town kill, dat ik dan in één keer iemand in bescherming ga nemen. Van, nee, er waren geen hacks. Maar ik vind wel, ja, gek hoe die bewoog. Maar ja, ik zou zeggen, jullie laat lekker gerust in de reactie wat erover achter. Niet dat ik er wat aan ga doen. Ik bedoel, zoals jullie wellicht weten, ik report eigenlijk bijna nooit iemand hier op Hypixel. Tenzij ik je echt haat. Dan ga ik lekker maar voor mijn accountje inloggen. En dan, nee, ook niet. Nee, vaak zijn mensen, vaak doet Kevin het, Blindly Knight, ik denk dat jullie hem wel kennen, dat is de Belg, die ook de map, vaak mappen voor mij bouwt en zo. Knipt hij het uit de video en dan zet hij het op het forum en laat hij daardoor mensen reporten. Of laat hij reporten, hij zeg maar zo de mensen vanuit mijn video's. Dus voor de mensen zeggen van, Duffy, je zegt altijd wel, maar je report nooit iemand. Nee, want vaak doet iemand dat voor mij. Hoe vinden jullie dat? Huh? Hoe vinden jullie dat? Je bent gewoon lui, Duffy, dat is ook een optie. Dat is ook inderdaad een optie. En hij is nou down. Nice, oké dan. Ik moet zeggen... Ik ben vandaag meer on fire dan... Jezus Christus. Ik schrok me echt kapot van de geluiden. Ik wou dus zeggen, ik ben vandaag meer on fire dan gisteren. Gisteren had ik, zeg ik zelf, moi games. En met moi games bedoel ik van... Ik speelde mijn game. Ik won 1 keer lucky. En voor de rest... Ik had veel moeite in de game. En vandaag is het zo van, ik weet niet, het gaat al vanaf de span. Dat ik zeg van, weet je, sommige mensen, ja, ik beuk je gewoon lekker in elkaar. En misschien komt het ook wel dat ik gewoon niet met de Timkit vandaag ga spelen. Gewoon dat, weet je, een andere kit van, nee hoor, wolven zijn ook gewoon goed. Sowieso wolvenkits zijn goed. Ik zit ook nog steeds, natuurlijk, heel vaak de vraag, Duffy, welke kit ga je upgraden? Ik zit zelf te denken om de Night Kit misschien wat te gaan uppen. Maar, hey, het is maar, hè, iets, ja. Speed 2 met Speed 2, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Het beste gear heb ik aan wat ik maar aan kan. Oké, ik heb geen enchanted sword in me, anders wordt Rohan boos op mij dat ik die niet gebruik. Altijd erg belangrijk, hè? Oké, let's freaking go. Waar zit die vent? Hier. Oeh, dat diamond sword, though. Dat diamond sword, though. Oeh, wow, flawless. Wow. Oké, dit is niet dat ik heel erg om care dat ik iemand flawless zou, dat ik dan mezelf beter voel. Maar die kerel, wow, met dat diamond. Oh my days, GG, we hebben gewoon gewonnen, mensen. We hebben gewoon gewonnen. En keihard ook. Holy freaking shit. 8 kills, een town kill en een win.
954 coins en ik zie jullie weer in de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map, de city. God, durf je spond in de city. Gek, hè? En zoals ik jullie heb beloofd, ik ga met de random kit spelen. En ik dacht zo van, weet je, kijk, op zich met de random kit is het slimst, denk ik, om in een grotere map te gaan spelen. Meerdere kisten, oké, okay, wel wat meerdere mensen, maar hè, meerdere kisten, meer kans dat als ik een klote kit krijg, dat ik, waarom reporten? Dat ik dan nog wel kans heb op iets. Iemand vraagt voor team. Oh, we gaan meteen. Hij vraagt alleen maar voor team, hè? En dan gaan meteen mensen. Ah, report het. Maar je mag het toch best vragen. Ik bedoel, hij zegt niet van. Yo, we gaan teamen. Hij stelt alleen voor zo van. Yo, zou het eventueel kunnen, hypothetisch gezien, technisch, gedeeld door 3, of wij een team kunnen vormen? Nou, het antwoord is natuurlijk nee, maar. De vraag mag je altijd stellen. Alleen of jij je account wil risken daarvoor, dat is natuurlijk het tweede. Maar goed, waarschijnlijk gaat hij toch niet teamen. Nee, oh, maar deze loot. Wat ik al zei, voor mij gaat hij toch niet teamen. En ja, weet je. Dat soort mensen zijn vaak echt heel erg noob in de game. Of die lopen expres gewoon te trollen in de game. Gaan ze mensen vragen. En wil je teamen? Weet je wel, dat mensen dan mad op ze gaan worden en dat soort shit. Ik denk dat er ook wel veel gebeurt hoor. Dat heel veel van die mensen gewoon voor de fun gewoon dat soort shit zeggen. Van ja, zullen we gaan teamen? Dat ze gewoon weten van, ik mag lekker niet teamen. Lekker mensen mad maken. Maar goed, een groot deel zou het waarschijnlijk ook wel echt bedenken. Oei. Deze keer moet ik aankunnen. Deze keer moet ik aankunnen. Kom op de 4, woehoe, 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 en bam, nice. Oké, had hij een helm? Nee, ook dacht een helm. Oké, we krijgen de random kit, wat gaan we krijgen? We krijgen de Shadow Knight. Ik moet zeggen, ik vind dat niet heel erg om te krijgen. En met name dat we hier dus een helm mee krijgen, terwijl er een mug voor mijn gezicht vliegt. Rot op, mug. Oh, we hebben hier iemand. Ik vind Shadow Knight niet heel erg. Zeker aangezien we protectie nog op hebben en dat soort shit. We hebben een bottle erbij gekregen, dus dat zijn, ja... Ja, dat vind ik. Dat vind ik op zich. Oké, hij is maar level 2 dat ik hem heb. Daar niet van, weet je. Ik heb hem puur gekocht gewoon. Maar het kon erger. Ik bedoel, het is geen fisherman kit. Dus ja, nou ja, de random kit. Ik zeg heel eerlijk. Ik had zelf nooit deze kit gekozen. Om mee te gaan spelen in deze map. Absoluut niet. Maar hey, het gebeurt. We hebben hier met een wolvenkit. En oh, my. Ho, laat me zitten. Doei. Doei. Weet je, soms moet je ook gewoon je niet mengen in sommige fights. Moet je het gewoon laten gaan. Deze vent dan. Ik ga het serieus gewoon kisten looten. Even maar, oh, wel een beter wapentje. Yes! Kom op, en wegwezen hier, Duffy. Nice, oké dan. Ja, dit is wat we willen. We hebben nu zijn stone sword in ons infie. Ik weet, er zit iemand achter me. Best wel een afstandje, dus ik zou zo meteen even in mijn infie kunnen gaan kijken. Dat doen we natuurlijk wel even lekker hier. Die doen we lekker daar. Speedbottles doen we hier. Moet hij eraan? Nee, hij loopt daar. Oké, mooi zo. Goed, kunnen wij nog ondertussen rustiger onze info doen. De body heb ik trouwens al. Oké. Deze kunnen we nog even gooien. Pats, we eten even wat. En we kunnen doorgaan. Ik moet zeggen, tot nu toe het gaat nog goed. Het kan natuurlijk maar zo gaan veranderen door dat soort mensen. Ah, die is mis. Dang it. MVP dit. Man. Doe eens even niet, joh. Doei. La 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 la. Lili. Hij is in ieder geval blind nu. Kom op, Duffy. Yes. Oké, dan. Lekker. Lekker. Hard sharpness. Hij moet zeggen, ik krijg best veel damage. Holy shit. Oké, we leven. Ik ben benieuwd of hij misschien de game zou nog kunnen winnen. Ik zeg eerlijk. Ik heb goed gebruik gemaakt van mijn consumables, denk ik. Het is nu ik tegen Legendsy PvP. Ik ben benieuwd. Misschien kunnen we wel een game winnen. Met een random kit. Zou episch zijn. Want ik zeg heel eerlijk. Het gebeurt niet vaker dat ik met een random kit de game win. Dat gebeurt echt bijna never. Maar hey. De wonders in de wereld nog niet uit. Zoals ik zei. We zijn nu wel lekker stacked met dit. Oh, daar hebben we hem al. Hoi. En GG, we hebben gewoon gewonnen. Hoppakee. Bam. Geen town kill, wel een win. Random kit, hacker. I take it. Oké. Hoeveel coins gaan we krijgen? We krijgen er 955. En mensen, ik zie natuurlijk allemaal lekker weer in de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer. Kijken natuurlijk of we hier dan ook nog een win kunnen binnenslepen. Wat natuurlijk nicer zijn. Zoals ik heb beloofd, we gaan niet met de team kit spelen. Ik heb met de random kit gespeeld. Ik moet nu nog met een andere kit gaan spelen, waar op zich geen enkel probleem is. In game 1 had ik het over om de night kit misschien te gaan uppen. Ik ga dus ook nu met de night kit spelen. Ik heb hem pas op level 6, dus dat is niet super hoog. Maar wat je op zich op level 6 al krijgt, is niet heel erg verkeerd. Ik bedoel, ik krijg
leggings en een zwaard volgens mij. Dus wat dat betreft, het is echt nog niet zo heel erg verkeerd. En als je dan gewoon een combo kan krijgen hier vanuit de span, is super chill. Dat ik snel mijn DP van mijn muis even moest aanpassen. Voor de mensen die zeggen van, hoe doe je dat zo snel? Ik heb een knopje op mijn muis, daarmee kan het. Terwijl we hier een spooky 16-11 skin hebben. Nee, spook. Bro. Ik heb elke game tot nu toe gewonnen, bro. Ik ga niet verliezen door jou. Nee, nee, ik wil dit niet. Oh, blokhitter. Oh, en ik heb hem down. Nice. Holy shit. Oké, we hebben... Ja, ik heb geen idee, mensen. Ja, vandaag is vandaag, mensen. Het lijkt alsof alles gewoon lukt. En... Ja... Ik weet het niet, mensen. Echt waar, ik weet het niet. We hebben hier een team. Bro, jongens. Niet doen, niet teamen. Jij moet nu dood. Dat is gewoon jouw straf nu. Maar alsjeblieft, jongens, niet teamen. Je ziet gewoon duidelijk, dit zijn gewoon twee noobs die blij zijn dat ze überhaupt voor mij in een game zitten. Maar nee, kan echt niet. Deze keer moet trouwens ook down. Ga down, zeg ik. Hoezo krijgt hij geen damage? Wacht even. Kijk, dat ik dood ga, oké, weet je. Misschien was ik iets de hero bezig. Ik had trouwens full AP. Ik sla hem net hier. Ja, mensen, ik zeg, zet de video terug. Volgens mij, als ik het net goed zag, want ik kan natuurlijk nu niet in één keer terugkijken. Toen ik hem hier sloeg, had hij 9 HP. Ik raak hem met mijn zwaard. Als ik me niet vergis, hè. Voor mij 1 à 2 keer. En hij blijft op 9 HP zitten. Maar het kan aan mij liggen dat ik het verkeerd zag. Dus ik zeg verder ook helemaal niks erop, want ik heb het zelf niet teruggezien. Maar... Oké, in ieder geval, we hebben wel twee heerlijke games gehad. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft niet om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Laat natuurlijk ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal morgen weer te zien bij een nieuwe video. Later, mensen.